Juist aan de Broederwal de eerste bomen geplant in het kader van de 200 bomen die we in Helmond wilden gaan brengen. We hebben alle inwoners van Helmond gevraagd waar, op welke plek zouden bomen in de stad toegevoegd kunnen worden. Dat het heel goed is voor de klimaatadaptatie, voor de biodiversiteit. Nou, hier is meegedacht bij het station Brandenvoort. Een hele stenen massa. We hebben de stenen eruit gehaald en zojuist de eerste boom geplant. In totaal komen er 170 bij in Helmond op 20 verschillende locaties bij alle wijken. Dus het is het begin. Er volgen er meer. En we hopen op deze manier dat Helmond toch weer een stukje groener wordt. Ja, we vonden het een stenige omgeving. En dat doen we altijd met mijn zoon en mijn dochter, praten samen over de bomen. Want wij zijn een beetje van de bomen. En het is een plek die bekend is voor ons. Dus daarom hebben we deze plek uitgekozen als plek waar nog wel een boom kon staan. En ook om te zorgen dat er niet wild geparkeerd wordt door auto's.